been feeling like a renegade. Somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me. Shouting at the top of my lungs, but nobody hears me. All in the name of love, look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Watch me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again, again, again. You better love me again. You better love me again. You better love me again. Love me. Love me. Love me. Hi. We zijn nu aan het voorbereiden. We zijn de vraag aan het schrijven. Voor meneer Rijnman. Ja. En de show heet Zo kan het ook 2.0 bij Theater Koningshof. Ja. Dus als het leuk vindt, blijf vooral kijken en keep it going. Please help me up, don't shoot me down. My first second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My first second chance, but this is true romance. I've been praying for the rain to fall. Watch me down so I we wachten nu in het theater. Ja. En meneer Rijnman zit daarachter. Wow. Hij is aan het slapen. Ja. Hij heeft net van Suriname teruggekomen, dus dat is wel nieuw. Ja. Wist jij dat hij 52 is? Echt? Ja. Is hij... Dat had ik niet verwacht, hè. Is hij echt 52? En hij doet niet alleen comedy, maar hij doet theater. Hij doet televisieprogramma. Hij heeft een eigen radio. En hij schrijft ook een boeken. Wow, ik heb wel gezien dat hij ook zingt. Hij heeft volgens mij een boek geschreven over zijn leven. Een soort documentaire. Ja. En wat wil je heel graag weten van hem? Ik denk, ik wil weten hoe zijn carrière is gestart. Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ja. Want dat is ook eigenlijk belangrijk. Ik wil weten hoeveel hij per maand verdient. Ja. Maar dat gaan we niet vragen. Nee. Maar ik kan het niet vragen, het is net best wel brutaal, hè? Ja. En ik wil ook eigenlijk weten hoe hij naar Maastricht is gekomen. Hoe is Maastricht in zijn hoofd gekomen? Nou, ik denk dat je dat niet zelf kiest. Ik denk dat je management dat voor je bepaalt. Dus je management zoekt plekken uit. Ja? Die, ja, volgens mij is zijn management zegt van deze theater wil je boeken. En oh ja, en dan moet hij toestemming geven van ik wil het of ik wil het niet. Hi. Ja, hey. Ja, mooi. Ja, ik had een vraag. Hoe kwam het zeg maar, bij Jurgen Rijnman om dat hij hier komt optreden? Dus hoe is die collab ontstaan? Hoe is dat gegaan? Ja. Nou, dat is een heel proces eigenlijk. We zijn nu ook al bezig voor het nieuwe seizoen, voor 2018-2019, dus 13 september. Dus we beginnen altijd in november al, december, met de boeken van artiesten. Ja. En we werken dan met zogenaamde impresariaten, dat zijn agentschappen. Dus een soort tussenpersoon die tussen de artiest staat en de theater, zeg maar, of podia waar ze op willen treden. Ja. Ik had eigenlijk een vraag. Wat vindt u van het cultuuraanbod in Maassluis? Nou, dat vind ik steeds groeiende. Ja? Vind ik wel. Op heel veel gebieden is er cultuuraanbod. Wat ik misschien merk, misschien voor jullie, zeg maar, als jongeren, kan het meer zijn. Dus ja, er zijn heel veel instanties naar op zoek van wat sluiten we jullie aan, wat vinden jullie leuk. Ja. Wat wel bijvoorbeeld leuk is, nu zijn we ook aan het kijken voor Theater Koningshof. Van nou, wat is goed voor jullie pas? We hebben dan bijvoorbeeld het komend seizoen, mag ik eigenlijk nog niet zeggen, maar komt bijvoorbeeld Ish. Ik weet niet of je die kent, die danser. Ik ken het wel, ja. Zo weet je, om dat te bekijken, om jullie zeg maar ook te betrekken bij het theater. Leuk. Maar ja, het is natuurlijk heel goed als jullie daar ook een stemming krijgen, hè. Dan kunnen we de rest dus ook
in de tafel gaan zitten. Ja, en dat proberen wij ook eigenlijk met onze vlog team. Om aan de jongeren te laten zien dat er heel veel leuke dingen in Maasthuis zijn. Ja. En dat er niet alleen maar negativiteit in Maasthuis zit. Ook positiviteit en ook positieve kant. Dus dat kan ook behulp van u. Zeker. En vandaag ook gaan we laten zien. Hallo allemaal, we gaan zo naar binnen. We gaan nu naar binnen, theater zo. We gaan hem interviewen. We gaan nu naar binnen. Spannend. Dus, je hoort de muziek nog, hè? Mijn eerste vraag was, wie is je moeder en wie is je vader? Ik dacht mijn moeder is Carla Wilhelmina Kane. Inmiddels is Ma nu, ze is bijna 78. Van beroep was ze directiesecretaresse. Maar is op een gegeven moment huisvrouw en huismoeder geworden toen ze met mijn vader trouwde en mijn zus en ik geboren waren. Okay. En mijn vader was Henry Pieter Ruijmen, die leeft niet meer, dus op 55-jarige leeftijd overleden. En hij was accountant van beroep. Okay. U bent natuurlijk nu in het theater van Maasluis, maar weet u ook inderdaad iets van Maasluis? Weet ik iets van Maasluis? Ik heb een tante en een oom die hier heel lang gewoond hebben, dus ik kwam hier wel eens. Maar ik ben nooit met ze de stad in geweest of zo. Ik kon er alleen maar naartoe rijden, maar dat was het ook. Ja. Maar hoe bereidt u zich voor het optreden? Ja, meestal zit ik gewoon lekker te chillen in mijn kleedkamer en dan denk ik, ga ik een beetje met mijn hoofd een beetje door de rode draad heen van die show. Maar je hebt van die dagen dat je wordt lastiggevallen door vloggers, dan kan je niet voorbereiden. Zitten jongeren in het publiek? Als ik jongeren in het publiek zie, te weinig. We zien er wel steeds meer. Hè? Ik bedoel, als we kijken, ik vraag het even aan Ulrich, als mijn gitarist, die staat daarachter. Even richting, ja, goed, zien we daarachter. Ja, dat staat. Zwaai even Ulrich, want je staat er in het donker. Ja. Hi. Okay, ja, dus we zien het wel. Laatst waren we weg. We waren helemaal waar is het weer waar God altijd te bestaan? Oostburg. Ja, toen hadden we echt heel veel jongeren in de zaal van de opleiding in de buurt die waren komen kijken. En dat is toch heel bijzonder. Dus ja, ik vind dat er meer jongeren naar het theater mogen komen. Maar ik begreep ook dat theater voor jongeren tegenwoordig ook zoiets van, ja, wat moet ik een uur gaan zitten daar in het theater en huis? Nou, waarom? Terwijl ik gewoon Netflix kan zitten binge-watchen, weet je? Ja, dat is het toch? Dus het is de keuzes, de jongeren hebben veel meer keuze tegenwoordig. Vroeger was dit je mobiele telefoon. Als je iets wilde meemaken, dan kwam je naar het theater en dan keek je naar een voorstelling en dan zag je het gebeuren. Tegenwoordig hebben jullie zoveel informatie die jullie binnenkrijgen op je mobiel, die je krijgt op je laptop. Wat doet u meer om jongeren naar het theater te trekken? Wat ik doe, ja kijk, ik ben zelfs geen jongere meer, dus ik kan heel moeilijk jongeren naar theater trekken, maar ik heb elke voorstelling als ik klaar ben, doe ik ook een oproep aan de mensen, wat ik net heb gezegd, van probeer vaker naar het theater te komen, weet je. Ik kom niet alleen maar naar cabaret, maar kom ook naar dans en toneel en alle andere vormen van kunst die er zijn, want ik bedoel, als we onze kunsten kwijtraken, doordat er geen aandacht meer voor is, raak een stukje van onze ziel kwijt. Want het is wel iets wat je ziel laat groeien als mens, wat je rijker maakt. En ik denk dat het voor jongeren essentieel is om die verrijking in zichzelf te vinden door ook naar het theater te komen. Dus ik kan ze alleen maar aanraden van jongens, kom naar het theater, kom ervan genieten. En ja, laat jezelf als mens ook groeien daardoor. En waarom heet die voorstelling Zo kan het ook 0.2? Nou, 2.0 heb ik het genoemd. Ja, 0.2 is maar zeer erg. Ik noem het Zo kan het ook 2.0. Die 2.0 is eigenlijk gewoon een grapje, omdat het een reprise is. Oh. Het is mijn tweede ronde, dus ik heb 2.0 ervan gemaakt. Elfriede, dus, de dilemma's? Ja. Wauw, dilemma's. Ik ben gek op dilemma's. Ja, dat is altijd leuk. Dit is een dilemma. Wat kust die? McDonald's of KFC? KFC, brother. Nee, joh. Ja, dat kan niet. Doe je nooit aan de Surinamer of een Antilliaan vragen. Ik ga altijd. Ja, hij is Antilliaan, je weet het. Simper, simper KFC, brother. Altijd. Ja, McDonald's. Hey, weet je dat de hamburger van McDonald's bijna 30 jaar goed blijft? Weet je wat voor rotzooi er allemaal in zit? Ik heb 2 jaar lang elke dag McDonald's gegeten. Ja? Ja. En daar ben je door dyslectisch geworden dat je 0.2 zit in plaats van 0.2. Ik heb je gewaarschuwd. Wat voor het dilemma? De tweede dilemma. Android of Apple? Apple, always. Apple to the max. Ja, ik ben echt volledig Apple fan. Ik ben eigenlijk een Steve Jobs. Is een soort naam van God voor mij. De Maasluis of de rest van Nederland? Maasluis of de rest van Nederland? Ik denk omdat ik in Maasluis zit, dat ik deze vraag liever niet beantwoord. Maar als je mij persoonlijk vraagt, Almere is waar ik woon, waar mijn huis staat, waar mijn gezin zit. Dus, en dat is in de rest van Nederland. Ja, dat snap ik. Rijk en lelijk of knap en arm? Als je dan toch moet kiezen, dan zou ik zeggen rijk en lelijk. Want dan kan je altijd nog mooie vrouwen kopen.
Dankjewel, schat. Ze geldt ook bij deze shit. Kopen gewoon vrouwen die tot je praat worden. Hè? En je ook nog sexy noemen. Wat kies je? Radio, theater, boekschrijven of televisie? Theater is absoluut mijn grootste liefde. Is alles wat u eet smaakt naar karton of alles wat u eet wordt door iemand anders voorgekauwd? Oh, wow. Dit is geen dilemma, dit is gewoon goor. Dan maar karton hoor, want ik wil niet dat andere mensen eten in mijn mond komen. No, oké. Okay. Ik had een vraag. Ja. Gebruikt u social media? Ja, ik gebruik Instagram, Twitter en Facebook. En we hadden eigenlijk een vraag voor u, of u een foto met ons kan maken en op uw account kan plaatsen. Op welke account moet je het hebben? Instagram. Instagram? Yes. Let's do it. Yes. Dit is beter. Zijn net klaar met het interview? Ik vond het echt superleuk. Het was leuk. Superleuke man, echt een gentleman. Wij gaan zo naar binnen. Helaas mogen we niet filmen daar binnen. Nee. Maar we gaan jullie vast vertellen wat er is gebeurd en hoe is het gegaan. Ja. Het komt vast wel goed. Ja. Gewoon, kom en geniet van onze kunsten. Want als we dat niet meer doen, sterven onze kunsten af. En als we onze kunsten kwijtraken, dan gaan we ook onze ziel kwijt. En een volk zonder ziel zullen wij Nederland nooit zijn. Dus blijf de kunsten supporten, blijf naar het theater komen. Dank u wel. Hoe vond je het? Ik vond het echt heel leuk. Het was in het begin wel spannend. En hij keek wel heel vaak naar ons. Dus dat vond ik wel spannend. Maar ik vond het echt heel leuk. Ik heb wel gelachen. Maar wij werden ook een paar keer aangesproken door hem. Met grapjes en zo. Ik vond het daarbij echt awkward. Hij ging ook in jouw hotel met jou praten ofzo? Ja, volgens mij wel hè. Ja, ik vind dat wel. Want je kan best wel veel van leren eigenlijk. Je kan ook wijzer van worden, vind ik, als je meer naar theatershows gaat en zo. En zoals hij zei, niet alleen maar op Netflix of tv of social media. Dus volgens mij, en dat wat ik natuurlijk vind, dat je echt wel wat van kan leren. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hou de volgende vlog in de gaten.